nieuws. Vandaag varen we uit met de geschiedenis der boten, de Titanic. Hij vaart vandaag opnieuw uit en we hopen dat hij niet zinkt. Hallo, hoe voelt het om nog eens op de Titanic te zitten? Ja, deze is wel leuk om te doen, te herbeleven met Jack. Dan maak je geen twee keer mee, hè. Jammer genoeg gaat een Jack dood. Dus het is leuk dat we dat een keer een tweede keer kunnen doen. Dan zie ik hem nog een keer terug. Ja, ik vind het heel tof, vooral dat ik nog een keer dood ga. Dat is echt een hele ervaring. Hebben jullie geen schrik dat de Titanic nog eens op een ijsberg gaat botsen? Ach ja, nu varen we echt gewoon op een rivier. Welke, dat weet ik eigenlijk niet, maar volgens mij gaan hier geen ijsblokken drijven. Dus volgens mij overleven we deze wel. En wat vindt u ervan om op de Titanic te zitten? Zalig. Heel romantisch. Hebt u geen schrik om ook te zinken? Ik wel, ja. Ik niet meer, nee. En hoe kwam u er dan op als u schrik heeft om toch met de Titanic mee te gaan? Om te overwinnen. Ik vind het gewoon zalig. De wind, de zee, al ja, ik vind het gewoon zalig om hierop te zitten. Hebt u al veel mooie dingen gezien? Ja, het gras en zo, de groene lucht. Allee ja, juist de dieren mankeren nog. En hoe kwam u op het idee om met de Titanic mee te gaan? Nou, we wilden altijd al zo'n reis maken, dus dit is een droom die uitkomt, ja. Hebt u al mooie dingen gezien op de Titanic? Ja, heel veel inderdaad. Mooie aan de wal, mooie gebouwen en... Oh ja, een paar veel ijsbergen. Ja. Maar prachtig, ja. En hoe voelt het nu om de Titanic te besturen? Titanic? Ja, goed zeker, hè. Ja. Hebt u geen schrik dat u de boot zal laten zinken? Nou, dat mogen ze niet, hè. We doen dat al lang. Hè. We varen hier al 20 jaar rond, dus zo vriend moeten lukken vandaag. Hè. Fly again. My heart is wide, the dust low.